Daily Minutes, nummer 1525, 18 januari 2019. Dit is het bulletin van vrijdag. Dit keer weer een echte uitzending. Vandaag komen en de komende paar uitzendingen staan in het teken van DRM, niet te verwarren met DMR. DRM is Digital Radio Mondiale. Het is van oorsprong een digitale manier om op de banden op de korte golf en de middengolf uit te zenden. De banden dus waar traditioneel met AM wordt uitgezonden in een 9 of een 10 kHz raster. De data aan het eind van deze uitzending bevat ook DRM. Ik begin met 3 SSTV-plaatjes en dan volgen er 4 verschillende varianten in DRM. Oh ja, spoiler alert, de plaatjes zitten morgen deels ook in de Slow Scan radio-uitzending. Maar goed, verder over DRM. De bedoeling is om beter geluid te creëren met minder storing, de bedoeling van DRM, en eventueel in stereo. De norm kan in hoge mate worden getweakt voor de propagatieomstandigheden en er is van de norm ook een amateurvariant gemaakt, geschikt voor kleinere bandbreedtes, bijvoorbeeld in een SSB-kanaal. Je kunt er daarnaast ook afbeeldingen en andere documenten mee uitzenden, zoals we al geregeld in deze uitzending hebben gedaan. Ik ga nu wat stukjes van DRM laten horen. Eerst hoor je een uitzending in DRM en daarna een signaal met dezelfde sterkte in AM. Vervolgens hoor je een aantal tests met verschillende varianten van DRM en verschillende codecs. Die worden steeds voorafgegaan door het originele studiofragment, dus je moet niet denken dat dat ook via DRM wordt uitgezonden. Het is eerst een stuk muziek of wat spraak en vervolgens is dan 2 of 3 maal hetzelfde fragment te horen in DRM. Verrassend genoeg gaat het bij al die fragmenten om bitsnelheden van 8 kbps en 12 kbps. Ter indicatie, het geluid van D-Star en DMR heeft een bitsnelheid van 9,6 kbps, dus aan de lage kant precies ertussenin. Je kunt als je de voorbeelden hoort stellen dat DRM een veel betere geluidskwaliteit blijkt te hebben dan onze digitale amateurmodus. Of this 7-year-long war, the Syrian Observatory for Human Rights says at least 1600 people have been killed and over 5000 injured. The chief executive of Cricket Australia has said he is extremely disappointed and shocked by his team captain's admission of premeditated ball tampering in the third test match against South Africa in Cape Town. James Sutherland described it as a very sad day for the game in Australia. He said the organisation was carrying out an urgent investigation to get to the bottom of what happened. The former Australian team captain Adam Gilchrist also expressed his disappointment. It should not happen. And that's... Multimedia content, electronic program guides and emergency warnings sent direct to your DRM receiver, Digital Radio Mondial. Multimedia content, electronic program guides, and emergency warnings sent direct to your DRM receiver, Digital Radio Mondial. Multimedia content, electronic program guides, and emergency warnings sent direct to your DRM receiver, Digital Radio Mondial. Multimedia content, electronic program guides, and emergency warnings sent direct to your DRM receiver, Digital Radio Mondial. Multimedia content, electronic program guides, and emergency warnings sent direct to your DRM receiver, Digital Radio Mondial. Multimedia content, electronic program guides, and emergency warnings sent direct to your DRM receiver, Digital Radio Mondial. The BBC on DRM for Europe. Better radio altogether.
The BBC on DRM for Europe. Better radio altogether. The BBC on DRM for Europe. Better radio altogether. DRM werkt dus meestal in geluidskanalen van 9 of 10 kHz bandbreedte. Er zijn over de wereld verschillende rasters in gebruik op de middengolf. De korte golf is meestal 10 kHz. DRM werd lange tijd als mislukt beschouwd. Nog steeds speelt het in ons deel van de wereld een rol in de marge. Er is bijvoorbeeld zo goed als geen apparatuur meer voor te krijgen. Maar het is nog wel mogelijk om op verschillende locaties ermee uit te zenden. En er is goede software voor ontvangst. Bijvoorbeeld voor de bekende SDR-ontvangst met de DVB-T-stick. In landen als India en nog enkele andere landen daar in de regio is DRM echter aan een opmars begonnen, heel onverwacht. Daarnaast is er nog een nieuwe ontwikkeling. Was DRM ooit uitsluitend bedoeld voor de frequenties onder 30 MHz? Sinds 2009 is er ook een variant die DRM Plus heet, die voor de FM-band is bedoeld met een bandbreedte van 100 kHz. In de komende uitzending van de Daily Minutes ga ik in het vervolg van deze korte serie in op de techniek van DRM. Ik moet zeggen, hoe meer ik me erin verdiep, hoe leuker ik het blijkt te vinden. En die geluidskwaliteit is voor de gebruikte bandbreedte echt extreem goed. Daarnaast is het ook voor het versturen van documenten een van de meest efficiënte manieren van uitzenden. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Thank you.
Thank you.
En microfoon naar retour.